10 september 1946. 12 september. Minister Jonkman installeert de leden der Commissie-Generaal. 17 september. 1 oktober. 13 oktober. 11 november. 12 november. 26 november. De Commissie-Generaal in Nederland terug. Het ontwerpakkoord bracht in ons land heel veel pennen en stemmen in beweging, zowel van voor- als tegenstanders. De beslissing is nu aan de volksvertegenwoordiging. De leden der Tweede Kamer begeven zich naar de vergaderzaal, waar aanstonds de debatten over het akkoord zullen worden geopend. Ook minister-president Dr. Beel begeeft zich naar de zitting. Evenals de ministers Jonkman en Van Boetselaar van Oosterhout. Wij zouden nu graag de debatten hebben laten horen. Dit is ons helaas niet mogelijk. In tegenstelling tot het publiek dat de vergadering wel kon bijwonen, konden wij geen toestemming krijgen om deze historische ogenblikken in de geschiedenis van ons volk voor het nageslacht vast te leggen. De deur werd voor ons gesloten.